Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En in deze video gaan wij kijken naar misschien wel het beste team om de 30k. En ja, ik kan natuurlijk wel zeggen dat dit het beste team is, maar ik heb er 12 potjes mee gespeeld en allemaal met enorme verschillen gewonnen. En ik had ook van een aantal anderen gehoord dat het echt een beestelijk team is, dus daarom wilde ik hem per se in de video laten zien. Sommige mensen hebben misschien al een keer op YouTube gezien, want een andere YouTuber heeft ook een soort gelijk team geüpload. Ik weet op het moment niet echt wie, maar in ieder geval, het is echt een super groot team en daardoor wil ik het even aan het licht brengen, ook bij jullie. Dus ik ga meteen naar het team en in de goal hebben wij Vrij staan. Vrij is een redelijke keeper, hij heeft heel goede flex en goede positioning en dat is eigenlijk de reden waarom ik voor hem heb gekozen. En natuurlijk, hij speelt in de Serie A en dat is nodig voor de chemistry met Gamberini. Maar voor de rest heeft hij nog 34 diving, 80 handling en 60 kicking. Dus kicking is wel best slecht, dus ik raad aan om met hem te gooien. Maar hij speelt voor Fiorentina van Frankrijk en hij kost mij 1.8k. Ja, de spelers zijn een heel stuk duurder dan wat je ze aanvankelijk voor kon kopen, want ja, ze zijn best wel geprice-fixed allemaal. Overigens niet door mij, dus moet je niet gaan zeggen dat ik ze heb geprice-fixed. Maar onze eerste centerback is echt een overpowered beast en dat is Ogbonna. Waarschijnlijk ook omdat het een non-rare is en om de een van de reden lijkt alsof non-rare is gewoon veel beter zijn dan FIFA. Maar hij heeft 80 pace, 81 defending en 32 heading. Dus al die drie stats boven de 80 staat gewoon gelijk aan een beast. Hij is ook een 6'2", dus best wel groot. Hij is sterk en hij kost mij maar 1.2k. Hij is echt een beast in de lucht. Hij heeft één kopduel van mij gewonnen en dat was meteen een goal. Of ja, een kopduel natuurlijk bij een corner, anders wint hij bijna ieder kopduel. En hij speelt voor Torino in de Serie A. En onze tweede centerback is ook van de Serie A en dat is Gamberini. Wederom heel veel pace met 78 pace, 80 defending en 78 heading. Dus een heading is iets minder, maar hij is nog wel redelijk lang, ongeveer 1.35 meter, dat compenseert een beetje. Hij kost bij 2.6k en hij speelt van Napoli in de Serie A. En op het einde komt natuurlijk nog een paar goals waarbij ik nog wat uitgebreid op de spelers inga. En ons derde centerback is de oud Ajax speler Vertonghen. 70 pace, 30 defending en 32 heading, dus de sloomste verdediger uit de drie. Maar hij is dus deze supergoede verdediger en hij komt er bijna overal tussen. Zijn onderscheppingen zijn supergoed. Dus ik kan eigenlijk helemaal niet klagen over Jan Vertonghen. Hij is echt een super speler op Ultimate Team. Hij heeft ook 3 sterren skillmoves, dus je kan in principe roulettes met hem doen. Maar ja, met de centerback is dat niet zo slim. Want daar verlies je de bal en ja, dan heb je meteen een counter op aan je broek hangen. Maar hij heeft 1.9k van mij gekost en speelt voor Spurs in de Bucks Premier League. En linksmidden hebben we onze meest dure speler, in ieder geval voor mij. En ja, dat klinkt misschien een beetje stom, maar dat komt omdat hij van left winger naar left mid is gezet. En de 3-5-2 formatie is ook nog eens geprice fixed, dus ja, drie smertes. Hij heeft voor mij 4.6k gekost, terwijl hij mij eerst misschien net 1000 coins kostte. Dus ik weet niet hoe duur die voor jullie zal zijn. Waarschijnlijk heb ik hem gewoon veel te duur gekocht. Maar hij heeft 4 sterren skills, 4 sterren weak foot, high medium work rate, dus hij maakt veel aanvallende loopacties. Hij heeft 3 goals mee te scoren en 10 wedstrijden, want eerst had ik een Mertens op de verkeerde formatie. En die had ook nog 2 keer gescoord in die wedstrijd. Dus in totaal heb ik 11 wedstrijden gespeeld en 5 goals gescoord. Maar hij heeft 86 pace, 76 shooting, 74 passing en 31 dribbling. En dat is mijn vrije trappen nemen, want hij heeft enorm goede vrije trappen stats. En onze eerste verdedigende middenvelder is Nainggolan. Waarschijnlijk de Gundogan van de Serie A. Hij heeft over het algemeen heel goede stats met 34 pace, 71 shooting, 79 passing, 83 dribbling, 75 defending en 67 heading tenslotte. Hij heeft ook nog 4 sterren skills en 4 sterren weak foot. Dus er zitten best wel een paar 4 sterren skills in het team. Hij speelt voor Cagliari in de Serie A en dat is echt een heel goede all-round speler. En onze tweede center defense mid is meer voor de chemistry redenen, maar is dus deze wel redelijk genoeg. Dat is Bradley. Eigenlijk behalve zijn pace zijn alle stats boven de 70, dus je kan niet echt ergens over klaar. Hij voelde ook niet echt heel sloom. Hij is ook 6'2", dus hij is best wel groot. Dus ook goed met kopduellen. En hij speelt voor Roma in de Serie A. En hij is de goedkoopste speler uit het team met maar 550 coins. En op rechtsmidden hebben wij Pepe. Pepe is heel erg underrated, want hij is maar 80 algemeen. En het is echt, hij speelt enorm goed in Ultimate Team. Zeker een aanrader om te kopen in de Serie A team. Aangezien de Serie A niet zo heel goede rechtsmidden heeft. Tenzij ik daar weer eens een super grote vergeet. Maar dat zal waarschijnlijk niet. In ieder geval, ik vind Pepe de beste rechtsmidden in Ultimate Team. Of niet op Ultimate Team, in de Serie A. 35 pace, 76 shooting, 78 passing, 80 dribbling en 66 heading. Hij heeft ook 68 defending, dus hij kan een beetje terugkomen om te verdedigen. Maar hij heeft ook 4 sterren skills en 4 sterren weak foot. 3 goals weten te scoren en dat waren best wel aardige goals. Kost mij 2.6k en is pop voor Juventus. Overgaand naar de center attacking mid en daarbij Bojan. Die sinds kort ook bij Arsenal nog wel, die sinds kort bij Ajax is gekomen. Eerst al vond ik het zonde dat hij niet naar PSV is gegaan, maar ik vind dat hij net zo goed kan voetballen bij Ajax natuurlijk. 31 pace en 35 dribbling en zijn dribbling is echt enorm goed. Wat ik vooral aan hem kon opmerken is dat hij echt heel goed de vrije ruimtes opzoekt. Ik kon hem echt altijd aanspelen. Hij was het aanspelpunt van mijn team. En hij kan zelf ook heel goed doorpassen. Zijn shooting viel mij een klein beetje tegen, want ja, zijn financials die curven heel erg. Zeg maar net te erg, waardoor hij gewoon heel makkelijk in de keepers handen terecht valt. Maar anderen vinden hem echt een beest. Waarschijnlijk gebruiken hem gewoon verkeerd. Maar het is dus wederom gewoon echt een beest. En dat hij daar bij Ajax natuurlijk ook net zo goed kan voetballen. Maar 4-6 skill moves, 3k en hij heeft 9 goals mee te scoren en hij speelt voor Milan. Maar nu natuurlijk bij Ajax. Overgaat naar het spitspaar en de eerste spits is Adrian.
Ik heb natuurlijk een budget beest over hem gedaan, want het is echt een beest. Paradoxia HD, oftewel Joris vindt hem een beest. Iedereen vindt hem eigenlijk wel een beest. Hij heeft 85 pace, 74 shooting, 85 dribbling. Dus je kan natuurlijk heel goed met hem dribbelen. En dat is heel fijn voor zeg maar die heel korte bewegingjes, met die heel korte dribbles. Die zijn altijd heel overpowered in FIFA. En hij stond ook een 72 heading. Hij heeft high low work rate en hij heeft 33 positioning. Dus dat betekent dat hij echt enorm goede loopacties maakt. En hij heeft in totaal 155 goals, of 154 goals en 155 wedstrijden gescoord. Dus dat is best wel mooi. En voor mij heeft 11 goals met de score en 11 wedstrijden. Dus ja, dat is natuurlijk een heel goed record in een 2-spitsenpaar. Kost met 2 kennis voor Atletico. En de laatste speler uit dit team is Rodrigo. 85 pace, 76 shooting, 78 dribbling en 74 heading. Hij speelt voor SL Benfica en het is echt ook gewoon een supergoede speler. Je moet hem eigenlijk op de rechterkant zetten omdat hij linksbenig is. En Adrian is rechtsbenig, dus je kan met beide gewoon finessen. 4-6 skill moves wederom, dus je kan gewoon skill moves met hem doen. En hij heeft 13 goals gescoord in 11 wedstrijden. Dus in totaal heeft het team echt enorm veel goals gescoord in maar 11 wedstrijden. En ik raad het aan iedereen aan om te kopen. Nogmaals, het is onder de 30k, dus bijna iedereen kan het wel betalen. Het was eerst nog goedkoper, maar ja, wat doe je nou aan price fixers? Maar nu gaan we eventjes over naar wat gameplay, dus dan zie ik jullie over een paar seconden. Dus ja, tot zo. En welkom terug bij het gameplay deel. En we beginnen dit gameplay deel met een prachtig knal van Nainggolan van ongeveer 30 meter. Want hij zat er echt heerlijk in en daar wilde ik hem per se als eerste laten zien om een beetje het ijs te breken. Maar de reden achter dit team is eigenlijk gewoon de non-rare overpowerness abuse. Want als je het nog niet weet, de non-rare spelers in Ultimate Team zijn echt supergoed. Ik weet niet waaraan het ligt, maar als ik non-rare spelers gebruik, dan spelen zij gewoon 10 keer zo goed als shiny spelers. En natuurlijk bedoel ik met glimmende spelers of gewone spelers. Maar ja, om de een of andere reden speelde hij gewoon supergoed. Ik bedoel die Adrian, Rodrigo, Bojan. Ze spelen allemaal zo verschrikkelijk goed in al die looplijntjes die zij maken. Ik heb nog nooit zo heerlijk gespeeld met het team. En dat zou je niet zeggen van een team waarbij het algemeen ongeveer rond de 78 ligt. Dan zou je zeggen dat ze af en toe een beetje slordige paasjes leveren, maar niks is minder waard. Het is echt gewoon puur het tegendeel. Want al hun paasjes komen aan. Het loopt allemaal zo lekker. Je kan zo vloeiend spelen. Het is echt gewoon een genot om FIFA te spelen. Dus als je het kut hebt op FIFA te spelen en je verliest heel veel, dan raad ik zeker aan dat team eventjes te kopen. Het is goedkoop. Of ja, het was eerst nog goedkoper, maar het is nog steeds onder de 30k. Het is goed. En ja, waar kan ik nog meer om vragen? De verdediging is gewoon zo verschrikkelijk goed. Het zit zo dicht. Het middenveld is gewoon redelijk. Het kan er heel goed mee door. En het heeft gewoon genoeg snelheid. En de aanval is gewoon pure beestelijkheid met Bojan, Rodrigo en Adrian. Dus ik raad het gewoon aan iedereen aan om dit team een keer uit te proberen. Dus dat is het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je de video leuk vond, vergeet dan niet een leuk beoordeling te geven. Want het helpt me enorm. Abonneer als je niet geabonneerd bent. Volg me op Twitter. De link zal in de beschrijving staan. En dan tot de volgende keer. En zoals het op zijn Brabant zeggen. Houdoe.